Tot groot verdriet van kijkers zit het huidige seizoen van BB Vol liefde er bijna op, maar voordat het echt zover is, komt Margreet nog even met een onthulling op de proppen. Het gaat over Esther, de vrouw die in Schotland probeert het hart van Robert Jan te veroveren. Esther is de laatste date van het huidige seizoen en heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij kijkers. Ze had een cadeautje meegenomen voor Robert Jan. Suzanne stond erbij en keek naar Esther besloot een lullige opmerking te maken richting haar liefdesrivale en zei: Als je vriendelijk doet, krijg je misschien nog wat aardigs van me. Dat viel niet lekker bij Suzanne. Ook kijkers waren stom verbaasd. Op X hebben kijkers het idee dat het gedrag van Esther onderdeel is van een goed opgevoerd toneelstuk. Men kan niet geloven dat ze echt zo in elkaar zit. Ze is een actrice, zo zijn veel kijkers van mening. Ook wordt er gedacht dat RTL haar heeft ingezet om de boel op te schudden. Een van de vrouwen die eerder bij Robert Jan op bezoek kwam, was Margreet. Ze bleef zes dagen bij hem en werd niet verliefd. Daar ben ik niet aan toegekomen. De opnamen waren best hectisch en je hebt weinig tijd voor diepgaande gesprekken. Margreet was natuurlijk al lang en breed vertrokken toen Esther haar opwachting maakte bij Robert Jan. Ze vindt het jammer dat ze Esther niet ontmoet heeft, maar gelooft tegelijkertijd niet dat het acteerwerk is wat Esther laat zien. Ze werd in het begin neergezet als een karikatuur, een bekakte barones. Maar zij is hilarisch. En eigenlijk vind ik elke dame die bij Robert Jan in Schotland is geweest erg leuk. Susanne vindt de komst van Esther minder hilarisch. Maar voor wie kiest Robert Jan uiteindelijk?